De ruïnes van oud plantage Marienburg in Kommerwijnen worden gesloopt door onbekenden. De lokale toergidsen en buurtbewoners zeggen dat de afgelopen dagen er mensen met pick-ups de oude plantage zijn binnengereden en lood en ijzer hebben weggesneden van de overgebleven gebouwen. De politie van Marienburg kan echter niet optreden tegen deze personen, omdat de status van Marienburg nog steeds onduidelijk is. De oude plantage is een hele tijd onder beheer geweest van Michel Chakchi, die inmiddels is overleden. De toergidsen zijn bang dat het gebied niet meer aantrekkelijk zal zijn voor toeristen als de ruïnes worden vernietigd. Het zijn juist deze ruïnes die de aandacht van de toeristen trekken.